Welkom bij deze roundtable discussie. Ik ben Floor Stam, VP Marketing bij Ungard. En vandaag gaan we het hebben over de human side van Order to Cash. Aanleiding daarvoor is het Fintech Barometer onderzoek wat we 4 op 1 volgende jaren uitgevoerd hebben onder finance professionals in Nederland en de UK. En vandaag 4 gasten bij mij aan tafel, waarmee we het over de menselijke kant van het finance en order to cash aspect gaan hebben. En ik wil jullie graag vragen jezelf even voor te stellen. Jolanda, als ik bij jou mag beginnen. Mijn naam is Jolanda Oteman. Ik ben Program Manager Accounts Receivable en Credit Management voor LKQ Europe. Op dit moment begeleid ik de transitie van Nederland, België en Duitsland binnen Accounts Receivable naar Polen, ons nieuwe Shared Service Center. Dankjewel. Guy. Goedemorgen. Ik ben Guy Verduld. Ik heb een recruitmentkantoor gespecialiseerd in finance, specifieke interim. En daarmee help ik mijn klanten eigenlijk inderdaad digitale transities te realiseren. Ik spreek heel veel kandidaten die zich richten inderdaad op finance. Credit management is daar een onderdeel van. En daar komen we vast vandaag later op terug hoe dat er verder uitziet. Zeker, dankjewel. Carine. Ik ben Carine van Reven. Ik ben ondernemer en ik help CFO's om hun financieel shared service center aanzienlijk te optimaliseren, tot en met kostreducties van 75%. Dat doe ik al 20 jaar. Mijn klanten zitten midden in die digitale transformatie. Dat is helemaal waar zij mee bezig zijn. Raymond. Mijn naam is Raymond van Vliegen. Ik ben de CFO van Ungard sinds 2018. Ik ben verantwoordelijk ook voor het stukje credit management binnen Ungard. Maar wij helpen natuurlijk ook dagelijks onze klanten in het credit management vraagstuk. Hartstikke goed. Dankjewel. Nogmaals welkom allemaal. We gaan het onder andere hebben over digitale transformatie. En uit het onderzoek is gebleken dat 53% van de finance professionals op dit moment aangeeft dat hun organisatie in een digitale transformatie zit. En als ze daar nog niet in zit, zegt 10% dat ze dat binnen 10 maanden gaan doen. En we hebben ons ook gevraagd, wat is nou de grootste uitdaging in die transformatie? En daar komt uit dat het onder andere een gebrek aan tijd of prioriteit is, aan budget, dat er weerstand van medewerkers zit en dat de beschikbare technologie een van de dingen is wat eigenlijk de digitale transformatie tegenhoudt, in de weg zit of het niet tot de volle uiting laat komen. Carine, is dat iets, een beeld wat jij herkent? Ja, zeker. Waarbij wat mij opvalt, is dat, techniek of de techniek eigenlijk ook voor kleinere ondernemingen nu al een paar jaar beschikbaar is. Zeg al een jaar of 5. Waar bepaalde techniek echt inderdaad de 15 jaar daarvoor alleen maar voor echt grote ondernemingen beschikbaar was. Dus de techniek is beschikbaar. En mij valt eigenlijk op hoe langzaam die geaccepteerd, de adoptie daarvan plaatsvindt. Ja. Waarbij ik wel interessant vind dat de respondenten zeggen dat dat hem zit in de weerstand van medewerkers. Daar heb ik een beetje een andere kijk op. Wat voor een kijk heb jij daarop dan? Ja, ik denk dat medewerkers heel verwachtingsvol naar die ontwikkelingen kijken. Dat voor een deel ook wel spannend vinden. Maar eigenlijk gewoon zitten te wachten op helderheid op, waar gaan we dan naartoe? Hoe ziet dat eruit? En kan ik meedenken in wat mijn of onze rol daarin kan zijn? Ja. Dus ik zie eerder daar onbekendheid van bijvoorbeeld mijn opdrachtgevers en leidinggevenden om die visie en dat pad te schetsen. Want bij mijn klanten, zijn medewerkers over het algemeen gewoon dolblij om een rol te nemen uiteindelijk in die veranderingen. Ja. En daar hun aandeel in te hebben. En is dan dat het management of dat minder ziet of minder die drang voelt? Is dat dan de belangrijkste reden waarom het in jouw ogen te langzaam gaat? Of ligt het aan andere dingen? Dat is wel grappig. Even afgelopen jaar, ik heb echt die coronatijd benut. Ik heb zo'n 200 financieel directeuren gesproken afgelopen jaar. En mij valt op hoe weinig ze op de hoogte zijn van wat er uiteindelijk mogelijk is. Dus hoe in 3 tot 5 jaar
hun organisatie, hun finance afdeling eruit kan zien. Als je daar geen beeld van hebt, ja, dan ga je misschien vandaag hele kleine stapjes doen. Ik zie ze dan vaak hele instrumentele kleine stapjes doen. Dus inderdaad, weet je, nieuw tool X, nieuw tool Y implementeren. Maar zonder echt een beeld van, oké, over 5 jaar wil ik daar naartoe. Dus mij valt op hoe weinig CFO's eigenlijk nog weten wat er mogelijk is. Laat staan hoe ze dat gaan doen. Ja, oké. Ik denk dat ze ook een setje nodig hebben, in alle eerlijkheid. Dus er moet iets gebeuren. Hè, iets tegenvallen of lastig worden. En dan hebben ze een zetje nodig om die transformatie eigenlijk in gang te zetten. En, is dat om het soort van te verantwoorden? Dat je de investering doet? Of, nou, het voelt prettig bij heel veel mensen natuurlijk om hetzelfde te blijven doen wat je deed. Ja. En nou, aan het moment dat je debiteurenzalde oploopt of je tekort aan mensen hebt, dan helpt het om die verandering wat iets sneller in gang te zetten dan dat je dat eigenlijk vanuit jezelf zou gaan doen. Dus ik denk dat dat ook nodig is. Een klein zetje om die verandering te starten. Dat is geen tekort aan ambitie? Je zou zeggen, een financieel eindverantwoordelijke zou wel een horizon, een bepaalde ambitie over zijn finance-organisatie en hoe die daarin in zijn organisatie als geheel beweegt. Ja, maar ik denk dat de leidinggevende vaak een aantal verantwoordelijkheden heeft. En daar is Audit Cash er ook één van. En ik denk dat het niet gebrek aan ambitie is, maar toch dat een onderdeel vaak wel goed loopt. Maar het kan veel beter. En dat setje hebben ze denk ik nodig om, om dat pad in te gaan. En ik denk ook dat het ermee te maken heeft, hoe groot is je onderneming? Hoeveel klanten heb je? Hoe ziet het eruit? Wat is de wil en de lijn die het bedrijf uitzet? Wat is de cultuur? Kijk, binnen finance, wat ik in de afgelopen jaren gemerkt heb, is eigenlijk een beetje similar, hetzelfde als wat jij gedaan hebt en gehoord hebt. Er zijn veel traditionele CFO's. Er zijn veel traditionele credit managers, omdat het vakgebied ook heel traditioneel is. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die je als creditmanager kunt gebruiken, zeg maar, om zaken te verbeteren, is er wel keus, maar voor sommige bedrijven niet voldoende, omdat dat veel meer behelst als alleen maar het binnenhalen van gelden. En daar zit ook een beperking. Dus he, datgene wat je net opnoemt, wat de respondenten aangeven, daar kan ik me in vinden. Maar wat ik daarin mis, is de inzet van IT hierin. Want als je geen resources hebt van IT, ja, er is geen ruimte vrijgemaakt om dat wat je wil laten digitaliseren binnen de 5 jaar, als je dat niet op de begroting zet en uitwerkt, dan red je het helemaal niet. Dus je bent in dit systeem en deze methodiek zo afhankelijk van externe of van een afdeling binnen je bedrijf. Ja. Daar moet je ook rekening mee houden. Ja, de samenwerking met een afdeling IT moet er zijn, wil je in ieder geval succesvol digitaal kunnen transformeren. Ja. En het is ook onbekend, hè? Dus dat maakt het toch altijd wat lastiger om die stap te durven zetten. Ja, dat is wel interessant, want we hebben ook gevraagd hoe belangrijk is data voor jouw organisatie? En daarin geven de respondenten aan dat een paar jaar geleden was big data en RPA helemaal het buzzword en blockchain. Iedereen had het over blockchain en inmiddels merk je dat dat eigenlijk een beetje naar de achtergrond is. Nou is dat op zich ook weer ergens als je het over de hype cycle hebt. Weer begrijpelijk dat op het moment dat de grootste buzz er vanaf is, komt eigenlijk de tweede generatie van die technologie die veel meer onder de motorkap zit en veel minder benoemd wordt. Maar als we het dan over data hebben, dan komt eigenlijk naar voren dat de grootste uitdaging het ontsluiten van die data is. Het op een goede manier aansluiten op je processen. En dat daarin eigenlijk het missen van technologie, nou dat noemden jullie net ook al, maar ook met name het gebrek aan expertise binnen een organisatie daarover en een gebrek aan steun van management en middelen. En ook dat is iets wat jullie natuurlijk net noemen. De belangrijkste redenen zijn waarom de data die eigenlijk beschikbaar is binnen een organisatie niet op een optimale manier gebruikt worden. Waar ik naar geïnteresseerd ben is dan, 1. Hoe zet je dat dan op de agenda binnen je organisatie? Hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Want volgens mij zitten jullie ook precies in die transitie. Dus hoe zorg je dat die commitment er wel komt? Communicatie.
Dat is key. Als jij niet communiceert met je stakeholders op het niveau waarop je het nodig hebt, je creëert geen draagkracht en je kijkt niet van dit is wat we nu hebben, dit is waar we naartoe kunnen en dit is het resultaat, dan sta je op voorhand al 1-0 achter. Dus het begint sowieso met transparant zijn, de manier waarop je het brengt, visie hebben en vooruit durven kijken en het ook durven te benoemen. En als je CFO of elk andere stakeholder die belangrijk voor je is, op hetzelfde level zit, dan kan je samenbouwen aan datgene wat je nodig hebt. Ja. Maar je zal er wel mee moeten komen. Dus ja. Je zal als leidinggevende of als manager van een afdeling, of als director, een assertieve houding moeten hebben om te kijken van wat heb je nodig voor je mensen, waar wil je zelf naartoe en hoe sluit dat aan bij de bedrijfsdoelen? Want dat is natuurlijk een vereiste. Ja. Dat in mijn optiek, wat wij nu doen, is inderdaad aansluiten op de bedrijfscultuur, de verandering die op dit moment bezig is, en met onze afdelingen en onze doelen daarop aansluiten. En zorgen dat je draagkracht krijgt bij de CFO's binnen de landen waarom het gaat. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het brengen van zo'n verandering ook vaak makkelijker is om dat door vreemde ogen te laten doen. Bijvoorbeeld door een interim iemand erin zitten. Ja. Merk jij dat de vraag naar intrimmers en die rol aan het veranderen is? Dat die hier meer mee te maken heeft? Het competentieprofiel verandert heel erg. Hè? Dus, maar een credit, naar, heel simpel even, als we op laag niveau kijken naar een creditcontrole, dan zie je gewoon dat het profiel daarvan al is gewijzigd. Dus waar mensen eerst klanten heel vaak moesten bellen, is het nu vaak heel erg meer procesgedreven, datagedreven. Dat komt ook een beetje uit in dat onderzoek. Wellicht snijden we dat straks nog aan. Maar ook op het gebied van interim management zie je ook dat mensen zich veel meer aan het ontwikkelen zijn, zeg maar, op de zachte competenties. Dus niet zozeer op, heel even financieel technisch gezien, op IFRS of Dutcap of keihard het service center neerzetten, maar veel meer het zachte component van hoe kunnen we nou inderdaad verandering teweeg brengen. Ja, en dat vraagt wel om een ander competentieprofiel en om leiderschap. En als je het hebt inderdaad over IT meenemen, ik denk dat je inderdaad in de keten moet denken. Dus agile werken, hè, ook de nieuwe technologie, hoe we processen aansnijden. Ja, dat soort technieken ook bij heel veel interim managers steeds meer onder de aandacht komen. Ja. Is dat iets wat jij ook in je werk merkt? Want ik kan me voorstellen dat het stakeholder management voor jou ook een van de belangrijkste dingen is tijdens je opdrachten. Met wie heb je dan het meeste een uitdaging, om het zo maar te zeggen? Als je het specifiek hebt over stakeholder management, ja? Floor. Mijn klanten hebben meestal het meeste moeite om hun interne klanten, zeg maar, enthousiast te krijgen of überhaupt begrip te krijgen voor de veranderingen die ze van plan zijn om te doen. Dus dan gaat het gewoon om de divisies, de business unit, de werkmaatschappijen waar ze voor werken. En waar komt dat door? Kunnen ze dan niet goed genoeg uitleggen wat die verandering gaat brengen? Ja, zeker. En het soms ook heel vaak small finance uitleggen. Okay. Dus dan gaat het over van wij als finance willen, nou, een financieel shared service center beginnen. En als je daar niet vanaf het begin in bedenkt van ja, maar dat doen we omdat dat voor de totale onderneming dit of dat gaat opleveren en voor jou als business unit directeur of als werkmaatschappij direct de volgende gaat opleveren. Ja, dan schieten die als eerste zeg maar in de ho-ijzers. Dus ik maak heel veel situaties mee. Ja, waarbij niet alle bedrijfsonderdelen willen werken met het servicecenter. En door daar dan goede gesprekken over te voeren, maar ook vooral van, weet je, waar ben jij dan op uit? Waar zou ik jou wel een plezier mee doen? Vaak is dat in de aanpak prima te verwerken. Dan krijg je meteen momentum. Ik denk ook als je uitlegt wat het voor effect heeft voor de klant, hè, want uiteindelijk doe je dit daarvoor, dat een organisatie het veel beter begrijpt. Hè. Wij financials zijn heel goed in het uitleggen waarom het kostenefficiënt is of dat het sneller door de organisatie heen beweegt. Maar het goed uitleggen waarom het voordeliger is voor de klant, daar zijn we vaak slecht in als financials. Maar daar zit wat mij betreft wel het verschil. Je had het over buzzwords. Maar ik denk dat vooral het stukje automatiseren / robotiseren, dat al gaande is. Maar dat het niet herkend wordt.
Te automatisch terugsturen van e-mailtjes of bepaalde workflows inzetten. Dat is natuurlijk al een vorm daarvan. En ik denk dat we daar als financials al wel een stap in hebben gezet. Bitcoins en al dat soort dingen toevoegen aan je hele structuur is denk ik te ver gegrepen in dit proces. Maar vooral het stukje robotiseren en automatiseren zijn we denk ik best wel al druk mee bezig. Ja. Ja. Oké. Bij jullie ook? Nee. Ja, wij werken natuurlijk geautomatiseerd. Ja. Voor een groot gedeelte, maar robotisering en dat soort zaken. Nee, daar zijn wij zeker nog niet mee bezig. En artificial intelligence, om er nog maar eens een... Dat is vier stappen verder. Nee, ja? Nee, daar zijn we... We zijn een vrij traditioneel bedrijf. We zijn eigenlijk gegroeid doordat we bedrijven opgekocht hebben. Dus je neemt de cultuur van die bedrijven ook op in je eigen cultuur. Dat moet samensmelten, dat moet op een gegeven moment met elkaar gaan werken. En ik denk als we dit shared service center hebben staan, dan zal heel langzamerhand daar die verbetering en die versnelling wel gaan gebeuren. Simpelweg omdat dat dan hoger op de prioriteitenlijst staat. Eerst die transformatie en dan gaan we verder. Ja, en heb je daar dan een beeld van in hoe dat er uiteindelijk uit moet gaan zien? Jazeker, uiteraard. Als je geen visie hebt, dan kan je ook niets uitrollen. Dus die is er zeker, maar die laat ik hier nog niet aangeven. Dat staat absoluut op de agenda. En ik denk ook dat het vereist is voor de aankomende 5 tot 10 jaar om die stappen te kunnen nemen. Omdat je gaat simpelweg mee in de flow. Maar je moet wel zorgen dat je mee blijft gaan in datgene wat belangrijk is voor je bedrijf en waar de winst zit en wat je wil. Ja. Je interne klant, downloaden van data, het gebruik van data. En nogmaals, ik denk dat voor elk bedrijf anders is. Hè, want wat voor data voor het ene bedrijf is, wil niet zeggen dat finance er altijd bij gebaat is. Maar goed, het is wel iets wat je mee moet nemen in je visie als zodanig. Ja. Oké. Okay. Want data gaat natuurlijk over cijfertjes. Dus als er een afdeling is die natuurlijk goed is met cijfertjes, dan is het finance. Dus je zou ook kunnen zeggen, daar zit een kans voor finance om, als dat binnen de hele organisatie steeds relevanter wordt, om een grotere rol te pakken, nog weer daarin naar voren. Je haalde het net al een klein beetje aan, ook om meer in de breedte in de organisatie te betrekken. Hoe zie jij de rol van finance veranderen binnen een organisatie, Raymond? Nou ja, waar het vroeger alleen de jaarrekening was en de maandafsluiting, wordt finance veel breder ingezet op dat vlak. En als je dan puur naar data kijkt, denk ik dat de gemiddelde finance afdeling onderschat hoeveel data ze onder zich hebben. En welke toegevoegde waarde ze daar kunnen leveren. En dan hebben we het niet alleen over cijfers, maar ook over de saleskant. Dus welke klantinformatie heb je, welke contactpunten zijn er, hoe oud is die data of hoe nieuw en wat kan je er allemaal mee. En ik denk dat finance daar nog meer een toegevoegde waarde kan brengen dan dat ze nu doen. Omdat ze toch iets conservatiever nog steeds op die cijfers blijven leunen. Maar de klantkant, maar ook de leverancierskant, aan beide kanten kan finance met de data die ze hebben heel veel toevoegen. Ik zie jou knikken. Ja. Goh, ik vind het echt een superboeiend onderwerp. Weet je, want... we hadden het eerder over het vak BIF-AO. Dus ik kijk op een bepaalde manier naar data. En we zeggen wel, op zich zit finance daar natuurlijk bovenop. Dan moet ik eerlijk zeggen, als ik kijk naar de praktijk, heb ik een beetje, weet je, finance zit vaak een beetje aan het eind van de keten en het proces. En ik zie organisaties en klanten, zeg maar, die financial meer bedrijfskundig profiel heeft. Die zie ik hier heel succesvol in zijn. Ja, het is meer de business control kant. En... Ja, waar die financial snapt wat er in die onderneming gebeurt. Dus weet je, niet zozeer aan het einde van het proces, maar echt eigenlijk in die hele keten, uit die data, dat proces en dat bedrijf snapt. En dan kan je echt een geweldige rol als finance-tak ook vervullen. Helemaal eens. Maar interessant. Ja. Okay. Kijk, in finance heb je denk ik 2 profielen. Dat is toch die controlling, business, bedrijfskundige kant en echt die accountancy kant. En de accountancy kant die blijft heel erg op die cijfers leunen. Waarin het bredere profiel ook vaak andere zaken binnen finance oppakt.
Ik heb al jaren in mijn rol andere afdelingen dan alleen finance onder mijn verantwoordelijkheid. Legal, security, IT, operations. En het moment dat je met zoveel verschillende afdelingen te maken hebt, dan kom je dus ook in aanraking met die data die nuttig is voor een organisatie om een stap vooruit te zetten. Dus ik denk dat... Maar het mooie daarvan is dat het is geen silo-denken meer. Hè? Nee. Dus je werkt inderdaad door de hele keten van je eigen organisatie heen. Je had het inderdaad al over PIVAO. Ja. Alle administratieve organisatie. Ja. Dat je gehele organisatie eigenlijk doorlicht. Ja. Maar waarom... Ja, kijk, ik ben niet helemaal met je eens. Hè. Dus waar een accountant alleen maar op de cijfers zit... ik denk dat hij ook moet kijken inderdaad, welke vooral naar de processen. Hè? En business control probeert dan echt waarde toe te voegen voor de business. Hè? Dus die probeert heldere marges, power gebruik te maken van de juiste data die voor de business unit managers belangrijk zijn. Het is een beetje afhankelijk ook van de omvang van de organisatie. Tuurlijk, als je gigantisch groot bent als organisatie, dan heb je vaak ook een hardcore finance afdeling die daar met echt puur alleen maar de getallen bezig is. Maar zeker in het MKB-segment, MKB-plus-segment, dan denk ik dat je als finance professional veel breder in die organisatie moet zitten dan alleen finance. En dan denk ik dat je met die data die je hebt veel kan brengen. Ja, toch kan ik me voorstellen dat ook die rol van die meer cijfers gedreven finance professional wel aan het veranderen is. Juist door die hele digitalisering, alle tools die daarvoor beschikbaar komen. Dat toch ook iets anders vraagt van iemand. Als je daar niet in meegaat, ben je op een gegeven moment... hoe relevant ben je dan nog voor de arbeidsmarkt? En aan de andere kant, als je als bedrijf daar niet in meegaat... hoe moeilijk wordt het dan om mensen te krijgen in deze krappe arbeidsmarkt als jij nog je processen ingericht hebt zoals het 10, 15 jaar geleden was en niet daarin meegegaan bent? Ik denk, als je daar al aan niet in meegaat als organisatie, dan lever je enorm concurrentievoordeel in. Dus al die concurrenten die omarmen digitale transities wel en werken sneller met minder, zijn kosten efficiënter, hebben een veel optimaler proces. Ja, dan is je organisatie, als je niet meegaat, dan lijkt het wel gedoemd te mislukken. Maar ook inderdaad richting de arbeidsmarkt. Hè? Dus hoe trek je in dit kader dan financials het beste aan? Ja. Ja, dan moet je ook, als je nu geen Power BI hebt of geen aanzet gaat geven tot bijvoorbeeld Power BI... Ja, dan zullen financials zich even achter de oren krabben over hoe hun finance organisatie is ingericht. Ja. Vrij traditioneel waarschijnlijk. Ja. Nou ja, dat kan best wel van mensen iets vragen. Ik weet dat een van de dingen is waar jij gepassioneerd over bent. Hoe neem je mensen dan mee in die transitie? Hoe zorg je dat ze zich gaan ontwikkelen? Als Kai dit zegt, dat gaat om het aantrekken van eventueel nieuwe mensen of nieuwe kwaliteit. Weet ik ben zelf nogal bevlogen ook van op een goede manier de helft tot driekwart van de arbeidscapaciteit die je niet meer nodig hebt als je dit echt heel goed doet. Mm-hmm. Hoe je die op een goede plek krijgt. Ik ben eigenlijk tot nu toe in de trajecten waar ik bovenop zit, of waar ik aan mee mag werken, verbaasd over waar die mensen blijven, dat die eigenlijk tot nu toe heel goed terechtkomen. Mm-hmm. Maar ik zie ook, dat komt doordat mijn klanten wat verder in die ontwikkeling over het algemeen zitten. Dus dit soort mensen vinden nog een plek in het MKB of in ondernemingen die nog niet zo ver zijn. Ja, dat is wel eindig. Nou, dat is zeker eindig. En ik denk dat je het niet alleen bij finance professionals ziet. Ook op de development kant van organisaties. Als je niet met de nieuwste techniek werkt. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes om een developer te vinden. Want die vinden het leuk om ook met de nieuwste techniek te werken. En ik denk dat we binnen finance daar nog wel eens wat meer marketing over mag geven. Ja. Dat het werken met de nieuwste technologie en de nieuwste zaken gewoon leuk is. Ja. En dat het je ook wat nieuwe inzichten kan geven, waardoor je weer andere zaken kan oppakken die ook belangrijk zijn. En dat je dus andere doelen kan stellen voor jezelf om een organisatie succesvol te krijgen of gewoon een leuke werkdag te hebben. Jezelf te ontwikkelen En daar kunnen we denk ik wel iets meer reclame voor maken dat het gewoon leuk is om dat soort zaken op te pakken. Maar, mooi. Hey, een ander ding wat speelt is eigenlijk, we hebben de finance professionals ook gevraagd wat ze het leukste vinden
aan hun werk. En daar komt, vond ik best verrassend, eigenlijk op nummer 1 het klantcontact. Op nummer 2 het oplossingen vinden voor de klant. Dus heel erg de kant waar je eigenlijk soms ook finance wat misschien, maar dat is misschien mijn vooroordeel, wat minder aan de klantzijde. Zie je de beweging dat, en denk ik dat in de hele customer experience, finance steeds meer een onderdeel, met de organisaties er bewust eigenlijk van worden dat ook het staartje van de customer journey of juist het klantcontact als het even wat minder goed gaat, wel degelijk onderdeel en een belangrijk onderdeel is van de customer journey waar je het verschil kan maken. Dus daar klopt dit natuurlijk helemaal in. Hoe zien jullie die beweging in klantbeleving en waar we voorheen veel meer investeerden in de voorkant, de marketing, de sales, daar alle toeters en bellen. Begint er nu meer een soort van bewustwording te worden dat ook dat klantcontact aan de achterkant in de latere fase belangrijk is. Is dat iets wat je herkent in jouw organisatie? Ja, dat is bij ons al heel lang zo. Simpelweg omdat wij ervan uitgaan dat we zitten aan het einde van de keten en daardoor zien we juist wat er in de keten niet goed gaat. Als je als spin in het web kan zitten binnen je bedrijf en je kan aangeven waar bijvoorbeeld de disputen komen of waar de klanten niet tevreden zijn en waar je juist het verschil kan maken bij die klant die ontevreden is gedurende het hele proces, dan heb je de klant behouden voor je bedrijf. Je hebt een goed contact. Vaak als er issues zijn met betaling of wat anders, word je gebeld. Ze weten vaak je naam, ze kunnen je makkelijk vinden. En daardoor krijg je ook veel meer inzichten in de voorkant, wat je weer terug kan geven. Dus op het moment dat een klant niet tevreden is, komt bij jou aan de telefoon, is verschrikkelijk boos, je kan hem kalmeren, het dispuut wat er is, los je op naar tevredenheid, dan heb je een klant die gewoon bij je wil blijven. Want dat is het belangrijkste. Je wil de klant behouden. Ik vind wel dat er een verschil is tussen klant en debiteur. Want je bent niet eeuwig klant. Het kan niet zo zijn dat je het dusdanig uitmelkt tot het bedrijf zegt van nou, u kost ons geld in plaats van dat ik aan u iets verdien. Maar goed, het is per bedrijf verschillend. Maar aan het einde van de keten kan je zo goed het verschil maken. Ja. Absoluut. En wat is dan het moment dat je van klant naar debiteur gaat? Ja, ook dat is verschillend. Kijk, als je een klant hebt waar het 80-20 principe, daar hebben wij het al een beetje over gehad, waarin je gewoon goede omzet maakt en die op een gegeven moment een betalingsregeling vraagt, prima. Maar als je na 5-6 keer geen geld binnenkrijgt, je gaat er met sales naartoe en er blijken nog meer issues te zijn en er is geen open kaart gespeeld, dan moet je op een gegeven moment besluiten samen met iemand die verantwoordelijk is, of je dat nu zelf bent of je CFO of de stakeholder, wat gaan we doen? Ja. Hou je hem vast? Blijft het je klant? En zo ja, waar zit dan je risico? En als je het risico samen neemt, je bepaalt ook samen dat dat kan, en het gaat mis, dan heb je het samen besloten en dan accepteer je dat je het verloren hebt en dat je geld kwijtraakt. Als je dat niet zo doet, dan ga je klant of te snel afkappen, waardoor je gewoon een goede klant verliest. Ja. Of je gaat zo ver dat het op een gegeven moment dusdanig een afboeking wordt dat je het als bedrijf amper meer kan dragen. Ja. En dat moet je ook niet hebben. Ja. Maar dat zijn best pittige gesprekken, lijkt me. Ja, dat zijn het ook. En het is ook samen, en dan ga je weer, communicatie. Het is met elkaar kijken van nou, wat kan je doen binnen een bedrijf? Wat wil je doen? Wat vind je stakeholder? Wat vind je CFO? En wat is acceptabel? Ja. Is acceptabel dat jij bij een hele goede klant €200.000 afschrijft? Prima, maar dan doen we het ook. Ja. Maar dan zijn de grenzen. En dat kan je ook weer met die klant bespreken. En zeggen, luister, we hebben het besproken intern. Dit is wat we je kunnen aanbieden. Verder gaat het niet. Dan weet de klant ook dat het eindig is. Jij weet dat het eindig is. En op het moment dat het niet lukt, zeg je tegen de klant, we hebben een afspraak, het is vastgelegd. Het zit hem toch, het omslagpunt zit hem in het risico die je loopt, zeg maar, als bedrijf. En het vertrouwen wat je vaak dan nog in je klant hebt. En de trend die zie je ook is dat finance-afdelingen toch gepusht worden om het meer als partner te zien en als klant en als relatie in plaats van als debiteur. Dus die relatie wordt veel meer vooropgesteld. Maar het moment dat het omslaat naar een risico, dat is wat mij betreft wanneer een klant omslaat naar een debiteur. Zou een digitale transitie dat niet beter moeten voorkomen? Nou, je krijgt heel veel signalen als je het goed inricht dat het risico toeneemt. Hè. Er zijn verschillende tools voor, maar dat kan je inrichten zoals je dat natuurlijk wilt.
Maar op het moment dat die signalen opstapelen, dan moet je die ook herkennen en erkennen. En als je dat dan op een juiste manier en tijdige manier doet, dan wordt de afboeking gelukkig vaak niet groot dat je dat als bedrijf, dat je daar last van hebt. Maar zo'n traject kost natuurlijk wel heel veel tijd. Dus ja. Als je aan de voorkant al met een digitale transitie dit zeg maar kunt kaderen, en die risico's al van tevoren is inderdaad al. Dit is de toegevoegde waarde van digitale transities. In een commercieel traject al. Dit gaat exact over de veranderende rol van finance eigenlijk. Ja. Ja, maar waardoor je misschien ook meer tijd hebt om juist de uitzonderingen de persoonlijke benadering te doen. Ja, je moet altijd werken met de uitzonderingen binnen je afdeling, nooit met de regel. Want op het moment dat je je bezig gaat houden met de regel, dan heb je aan 40 uur per week niet genoeg. Ja. Dus je zou in principe altijd moeten werken met de bedrijven en de klanten die de uitzondering op de regel zijn. Ja. Ja, dit is wel een mooi bruggetje naar wat is dan, hoe ziet de finance professional van de toekomst eruit? Wat zijn de competenties die iemand moet hebben om succesvol te kunnen zijn? Ook nog over 5, over 10 jaar. Ik ben benieuwd wat jullie visie daarop. Het ligt er ook aan dat klinkt misschien een beetje bazaal, maar in welke leeftijdscategorie je zit. Kijk, als jij 40, 50 bent, 60, dan mag je nog een aantal jaren tegenwoordig. Je mag niet snel. Ja, je mag best nog wel lang. En je moet jezelf uitdagen. Dus je moet ook vanuit jezelf de wil hebben om te veranderen en mee te groeien met de verbeteringen en de veranderingen die er zijn. Ja. Ik denk als jij jong bent en je komt net van school, dan zit je al veel sneller in de digitale transformatie. Je hebt op school al veel meer meegekregen. Dus je ontwikkeling naar de openheid van wat kan IT, wat is er mogelijk binnen de markt en wat mis ik, is veel meer aanwezig als bij de oudere generatie die al jaren werkt. Ja. Vaak nog met Excel sheets werkt, dit werk al 20 jaar doet en het gaat prima, het bevalt me goed, ik zit lekker op mijn werk, maar ik hoef niets anders. Die zullen op den duur ook mee moeten. Ja. En ik denk dat daar met name best wel een slag te slaan is. Heel veel mensen werken nog op de oude traditionele manier, zijn daar overigens heel tevreden mee. En ja, de vraag is of je dat als bedrijf ook moet zijn. Nou, en daar zit hem denk ik de crux. En dan kom je weer op personeel, hoe ga je om met elkaar? Wat doe je dan? Ja. Ik denk toch dat eeuwig ontwikkelen dat wel voor moet staan. En communicatie. Ik ben zelf ooit begonnen met DOS'en. Dus heel lang geleden ondertussen. En als ik dan kijk naar waarmee ik nu werk en hoe dat dan zijn impact heeft op de organisatie. Dus ik denk dat belangrijk is dat iemand communicatief gewoon sterk is en zich altijd wil laten ontwikkelen of zelf daar ook behoefte heeft om die stappen te zetten. En dan denk ik dat met de beste wil en intentie je heel ver kan komen om iemand die reis in zijn werkcarrière mee te laten maken. Ja. Oké, Carine? Ik zie mensen zich ontwikkelen en als die die transformatie, met een beetje sturing en programmamanagement ingezet wordt, kan dat in 2, 3 jaar. Even voor jullie, veel ondernemingen die ik zie, doen er 10 tot 20 jaar over. Dat hoeft dus niet, dit kan in 3 jaar. Maar dan zie ik die finance professional zich ontwikkelen van, ik zeg even, procesgerichte specialist in zo'n service center. Naar uiteindelijk procesoperator. Als dat proces vergaand geautomatiseerd is, dan richt hij zich vooral op dingen die er niet goed gaan. Uitval, noem het maar even, weet je. Uh-huh. Om maar die parallel te trekken. En gaat dan kijken hoe die uitval alsnog verwerkt kan worden in het proces. Maar eigenlijk wil je, en dat zie ik ze ook doen, eigenlijk gaat hij zich ontwikkelen, hij of zij zich ontwikkelen richting, ik heb het een rol, weet je, adviseur genoemd, noem het business partner. Maar dat is het echt. Want uiteindelijk gaat hij van die uitval kijken van oké, wat gaat er nou voor in het proces? Niet goed of niet goed, conform afspraak? Of waar moet proces en IT nog verbeterd worden? Om ook dit gewoon naadloos dat proces door te laten lopen. Nou, misschien krijg je een beeld als ik die rollen zo schet. Dat vraagt echt wel, ja, daar gaat een deel in mee, maar dat vraagt echt andere vaardigheden en competenties van mensen. En daar gaat echt niet iedereen in mee. En dat zie ik gewoon in de praktijk gebeuren. Deze mensen verdwijnen. Die gaan andere dingen doen. Nou ja, zolang als er daar iets anders voor terugkomt waar ze happy zijn, is dat natuurlijk ook oké. Toch? Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ja. Daarom zeg ik, weet je, ik heb dit een keer zelf als eindverantwoordelijke in 3 jaar tijd meegemaakt. En daar is inderdaad 3/4 van de bemensing. In 3 jaar tijd hadden we daar niet meer nodig voor een groeiend volume aan werk. Ja, dat is enorm. Toen ging ik er van een afstandje naar kijken. Maar als ik dan keek van, oké,
we hebben, weet je, geen enkel probleem met de OR. Geen gedwongen ontslagen, wel sturing op vertrek. Dus eigenlijk ben ik in al die situaties verbaasd over hoe soepel dat gaat. Even. En ik snap dat ook. Mensen zijn niet gek. Weet je, als je maar helder naar ze bent, dan gaan zij zelf ook schakelen. En er zijn ook prachtige voorbeelden van. Weet je, ik zie mensen terug de zorg ingaan. Of het, dat zijn wel de bijzonderheden. Maar de zorg, weet je, wat iemand al jaren wil. Het onderwijs ingaan. Voor zichzelf beginnen. Ja, weet je, ja. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei Cruijff dan geloof ik. Ja, ik vind het wel mooi wat er gebeurt. Nou, ja. Maar ik zie ze ook jaren later wel weer aanhaken. En dan gaat die eerste transformatie misschien iets te snel, hè? Mm-hmm. Maar dan komen ze in een andere organisatie werken die dan ook met dat vraagstuk te maken heeft. En dan hebben ze toch al een stukje vaak meegemaakt. Dat is de trigger waar je en dan over hebt. En dan kunnen ze wel meebewegen in die snelheid. En daar zie ik toch ook wel die beweging plaatsvinden. Dat soms het noodgedwongen is, soms uit eigen initiatief, maar die verandering wel gevolgd wordt. Maar het is inderdaad van minder repetitieve handelingen, elke maand je maandafsluiting doen, elke maand je balansje doen, naar veel meer kijken, oké, hoe gaan we deze processen verder automatiseren, waar gaat het inderdaad mis? Dus het is veel meer procesgedreven denken, veel meer data gedreven denken en tegelijkertijd ook nog eens een keer proberen om vanuit die data dat ook nog eens een keer over de bühne te krijgen. En niet alleen zeg maar bij IT, maar ook bij al die andere stakeholders, bij de medewerkers. Dus communicatie, leiderschap, visie, aanpassingsvermogen. Dat zijn eigenlijk allemaal competenties die nu veel meer worden gevraagd van een financial dan 10 jaar geleden. Ja, die stonden er vroeger niet op. Kunnen we dan een soort van concluderen dat de grootste uitdaging voor de finance professional is meegaan in die digitale transformatie en aan de andere kant de communicatievaardigheden om dat binnen de organisatie die verandering te sturen? En ja, ik vind hem iets te strak gesteld. Je kan nu eenmaal niet van mensen verwachten dat ze alles kunnen. En daarin, dat vind ik echt oprecht. Sommige mensen zijn communicatief heel vaardig, maar hebben wat moeite met inderdaad de digitale transformatie of de verbetering of de verandering. En ik vind als je mensen in dienst hebt die waarde zijn voor je afdeling, mee kunnen tot een bepaalde hoogte inderdaad wat nodig is, maar nu net niet assertief genoeg zijn om het over de bühne te krijgen bij IT, hebben een collega zit die dat wel kan. Als je met elkaar verbindt, dan kan je het brengen. Dus ik vind wel dat het een gecombineerde effort is. Ja. Dat je moet kijken naar het team wat je hebt. Ja. Naar inderdaad wat er mogelijk is. Wat zijn de talenten in de organisatie? Precies, want je kan niet van iedereen verwachten dat er soft skills zijn, dat er assertiviteit is en dat er ook nog is, noem het hele rijtje maar op wat wenselijk is. Het gaat gewoon niet. Het team moet in balans zijn. Uiteindelijk moet je dat binnen een team wel die competenties hebben om als afdeling dat neer te kunnen zetten. En je moet als leidinggevende die ruimte ook durven geven aan je mensen, zonder dat je je bedreigd voelt. Want er zijn veel leidinggevenden die op het moment dat een van hun medewerkers naar voren stapt met een idee of met een verbetering of een verandering, zoiets hebben van, oh, maar stel je voor dat. Dus je moet het ook durven. Je moet als leidinggevende ook durven zeggen, het is jouw idee, kom maar, ik help je mee naar de board en je mag het presenteren. We gaan het oefenen. Dus je moet ook die ontwikkeling wel helpen, wel sturen en zorgen dat mensen zich happy voelen bij je en in je team en met het werk. Ik las daar iets over. Dit noem je een CFO go. Ja. En niet een CFO no. Ja, precies. Ja, en jij schetst mee ontwikkelen. Ik geloof nog wel in wat anders. Hè? Als je dan zegt, finance zit bovenop. Veel van die data. En deze professionals kunnen die ook interpreteren. Hè? Snappen waar dat over gaat. Mm-hmm. Ik denk dat, of tenminste, weet je, dat zie ik ook in wereldwijde onderzoeken in shared services. Dan geven ze aan dat de expertise over hoe die data ontstaat, dat die eigenlijk ontbreekt om dat goed te kunnen organiseren. Ja, ik denk dat finance, een beetje in die business, in die bedrijfskundige context, dat finance veel meer, echt als backbone van die hele onderneming waar kennis zit over processen en IT, daar een meer toegevoegde waarde en een rol in kan nemen. Dat is eigenlijk nog verder dan meebewegen. Ja, de verzameling van die data, het goed ontsluiten van de data in alle vormen en maten. Maar hier zijn in het verleden ook wel meerdere gesprekken, want er is best wel een wedstrijd geweest over, wie krijgt de ownership over die data. Hè? IT heeft natuurlijk ook
Een data snijdt ook IT. Hè? Dus waarom zou het niet bij IT ondergeschoven worden? Er waren zelfs organisaties die zeiden van... Nou, het is wel heel erg marketing sales gedreven. Ik wil dat het eigenlijk big data onder marketing hangt. Ja. Want we zijn een commerciële organisatie en we doen alles over klantdata. E-commerce organisaties werken vooral zo. Ja. Daar zit ook natuurlijk nog een strijd van. Hè? Ja. Waar gaan we dat, onder wie gaan we dat brengen? Ik denk dat het ook zo is. En ik heb in het verleden in een andere functie wel eens gewoon 3 maanden op de development afdeling gezeten. Puur om die relatie en die communicatie naar elkaar te brengen. Waar ik wist waar ik naartoe wilde. En we samen eigenlijk dat ook gebouwd hebben. Terwijl ik er natuurlijk technisch niet de kennis in huis had. En gewoon team effort van gemaakt. En dan het moment dat je dan op zo'n afdeling gaat zitten... uitlegt hoe die verandering tot stand moet komen... dan kan je in één keer heel ver komen in een hele korte periode. Ja, en ik denk dat daar de kracht zit. Dus toch die communicatie waar we het over hebben. En de wil om je te bewegen in die organisatie... waarin je van achterkant van de medaille eigenlijk naar voren beweegt... en echt op die afdelingen aanwezig bent om te praten over dit soort zaken. Ik denk dat dat toch echt wel helpt om die verandering sneller tot stand te krijgen. Mooi. Dank jullie wel. We zijn door de tijd heen. Super interessante inzichten. Dank voor het delen. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben aan een van onze gasten, dan kan je die stellen door een mailtje te sturen naar info@ongard.com. Op onze website vind je nog veel meer interessante roundtables, webinars en ook op Spotify zijn de Coffee Conversations te vinden met onder andere Carina. En heel erg bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.